Wat zijn wij aan het doen vanavond? Nou, het is geen classic Daniel Wim avond, als je het na twee episodes al classic mag noemen. I don't know. Maar Daniel is wel in zijn eentje bezig. En dat zie je hier. Hi. Ga je meer zeggen dan hoi? Nee, ik ben heel druk bezig. Ik ga het zelf even laten zien, want Daniel is te druk. Maar hier komt het. Kijk, laptop. En Daan heeft zijn eigen flightcase gebouwd. De flightcase had ik al, maar die was eigenlijk bedoeld alleen voor een draaitafel mixer. En ik heb hem even ietsjes gemot, zodat mijn drumcomputers er nu zo in staan dat ze er niet meer uit kunnen. Ik heb hier een extra plankje in gedaan, zodat deze hierop kan rusten, zodat hieronder ook nog ruimte is om alle kabels in kwijt te kunnen. Dan heb ik hier zo plankjes gemaakt waar deze op kan staan. En als ik het inpak, dan kan die daaronder schuiven en dan kan deze er gewoon bovenop blijven staan. En dan doe ik de deksel erop, klik, deze eronder, die eronder en dicht. En dan kan ik hem zo in één keer meenemen. En dan zo neerzetten, kabels erin. De main output van deze in de versterker en gaan. Stay tuned, want morgen gaat deze setup, dit hier zo, gaat live op de verjaardag van Wim, toch? Yes. Dat is het plan. Dus dat ga ik ook even filmen. Tot morgen. En toen waren we bij Wim thuis. Verjaardag nog even aangebroken. Ga verder zitten. Sorry. Ja, nou, en dan ga ik in de live set zo stukjes van filmen. Dat is het. Ja, gezelligheid. Komt ook zo live. Oh, hij doet weer een beetje vaak. 35? Ja, nee, kijk, dat is het, hè? Nee, het is wat het is, hè? Ja, we gaan er gewoon een leuke feestje van maken. Ja, dus. Een duimpje omhoog als je dat ook leuk vindt. Waar het bij ons gaat is dat. Deze was al vol, dus ik kan alleen deze. Ja, dan, waar komt die arm vandaan? Het leek net een derde persoon. Nou goed. Ze zijn lekker bezig, zoals je ziet. Voor mij gaat het helemaal goed. Ik heb er eigenlijk helemaal geen verstand van, maar het klinkt lekker. Dus ik heb meteen vanavond te zien en zij ook. Thank you.